Goedemiddag, welkom bij RTL Sport. De vierde Grand Prix van dit seizoen, die van Spanje, staat vanmiddag op het programma. Over een half uurtje gaan de Formule 1-wagens van start op het circuit van Barcelona. Michael Schumacher op pole, dan de beide Ferraris van Alesi en Berger. Jos Verstappen worstelt nog steeds met de versnellingsbak van zijn Simtek Ford en vertrekt zo direct op de achtste startrij. Tot die tijd gaan we kijken hoe de herencoureurs de afgelopen trainingsdagen zijn doorgekomen. Goedemiddag en hartelijk welkom hier op de tribune in Spanje. De grote prijs, de vierde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. Voordat we gaan kijken wat er in de training allemaal gebeurde, eerst de nieuwtjes uit de pitstraat. En voor die nieuwtjes beginnen we dan bij het team van Frank Williams. Want het schijnt dat hij een nieuw huwelijk gaat sluiten met Honda. Ooit waren ze samen zeer succesvol. En we weten dat Williams niet echt blij is dat de Renault-motoren dit jaar ook naar het team van Benetton gegaan zijn. En dus misschien volgend jaar wel weer officieel Williams Honda. Dat brengt ons dan meteen bij Ligier, want ook daar was een nieuw iemand. Het is Martin Brundle. Aguri Suzuki staat langs de kant en Brundle, na 6 maanden, mag hij weer plaatsnemen achter het stuur van een Formule 1-auto. Dit is de Peugeot Formule 1-motor. En binnen afzienbare tijd, een maand of twee, kunnen we een evolutie van deze motor verwachten. Al dus meldde Peugeot. Dan Sauber. Ze hebben veel gevonden aan de onderkant van de auto en we troffen dit kleine vleugeltje. Het zit aan de zijkant en het moet de luchtdruk iets beter van de onderkant van de auto richting de sidepods zien te stuwen. Dan komen we bij het team van Forticors en het nieuws daar is dat Sergio Rinland verdwenen is, de ontwerper. Ze hebben een nieuw bodywork en een reserveauto. En dat is voor een klein team toch heel wat. Alhoewel, reserveauto. De monocoque stond er en die moet nog helemaal in elkaar gezet worden. Gaf ons de mogelijkheid om eens te kijken, want zo'n monocoque heeft maar liefst 5 punten. Daar wordt de motor aan vastgezet en in dat gat zit dan de tank, tegenwoordig minimaal 120 liter. Die zit dan achter de rug van de rijder. En die ingang, daar komt dan normaal gesproken op zondag de tankinstallatie in die zorgt dat de benzine binnenkomt. Maar eigenlijk is het al met al maar een kaal dingetje, zo'n Formule 1 auto. Dan het team van Minardi, waar we de nieuwe voorwielophanging aantroffen. De auto is veranderd. Men zegt dat dit alleen maar is om ervoor te zorgen als er een wiel afbreekt dat er niet stuk gaat. Maar wel degelijk is er volgens ons een aerodynamische werking aan het geheel, ook gezien het vleugeltje wat daar aan de voorkant zit. De tijd zal het ons leren of ze er ook harder door gaan. Dit zagen we dan nog bij het team van Pacific. Ze hebben de activators, die twee links, en dat tankje hebben ze beter gekoeld gemaakt, zodat de versnellingsbakproblemen opgelost zijn. En door dat apparaatje moet het allemaal gemeten worden dan. Dan nog dit. Op de startstreep is er dit aangebracht. Een gat op iedere startpositie. Daaraan kunnen de mensen van de wedstrijdleiding zien of er iemand illegaal start. Daar zit een ontvangertje in. Die gaat omhoog richting dit blokje wat onder de auto zit. Hier zit weer een transponder in en de auto kan maar 40 centimeter heen en weer. De meeste teams hebben daarvoor onder in de bodemplaten een gat moeten maken. We gaan naar Jos Verstappen en we zijn dan op donderdagmiddag aanbeland. We treffen hem in het motorhome. We kunnen toch wel zeggen dat jij ongeveer zo'n beetje toch wel de snelste Nederlander bent, of niet? Die er is gewoon, aan zich. Nou ja, ik weet het niet, maar ik denk het wel. Heb je wel eens gehoord van het 306e tactisch fotoverkenningsquadron van de Koninklijke Luchtmacht? Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Zij hebben wel van jou gehoord. Kijk, dat heb ik hier namelijk. Dit is een grote envelop die we van ze kregen. Opgestuurd aan de sportredactie van RTL 5. Deze heren kwamen over de start vliegen in Monza. Sterker nog, in Imola. Monza is het einde van het jaar, dus ik denk we komen in Imola. Kwamen terug vanuit Bosnië en hebben dus een foto gemaakt met hun F-16's boven de start in Imola. En die wilden zij graag aan jou aanbieden. Namens deze mannen die zeggen dat ze heel veel plezier beleven eens in de 2 weken om naar een Grand Prix te kijken, waar we jou deze foto aanbieden. Ja, nou, ik vind het fantastisch, mooi. Dus ja, zo'n foto krijg je niet elke dag. Hè? Nee, dat is echt schitterend. En we hebben nog zelf betaald ook. Nou, dat is helemaal schitterend. De baan was zeer acceptabel te noemen. Verstappen komt dan binnen. En dat was met Verstappen. Ja, in de eerste officiële training hadden we enorm problemen weer met de versnellingbak. Ik heb toch nog 2 tijdrondjes neer kunnen leggen, maar hij springt gewoon uit de versnellingen. Hij hobbelt een beetje heen en weer, zo, dan weer 2, dan weer 3. Nee, dan schakel je terug en dan springt hem neutraal, dus dan moet je weer snel hem in de 2e of 3e versnelling zetten. En dan verlies je gewoon toch veel tijd mee. En ja, we hebben toch nog een 27.6 gedaan. En ik denk zeker dat we nog een dikke seconde sneller konden gaan.
Maar dan hadden we op een 13e, 14e plek staan en dat was gewoon, daar waren we gewoon tevreden geweest. Yeah, they're very strong. You know, they're definitely the cars that we've got to work to try and beat tomorrow. And you know, I think they'll be strong in the race. So I know it's very exciting for everyone at home. It's not so good for us. You got something up your sleeve? I wish I had. Just try a bit harder tomorrow. Good luck. Thanks. Een eerlijk antwoord en dan gaan we naar Ferrari. Good afternoon, sir. Obviously, the drivers are very busy right now, one and two. This is the result of 2 years of very hard work within the Ferrari team, eh? No, everything worked well today, especially here, because Barcelona is a difficult circuit to get a car balanced in a proper way. And our car was here right from the beginning, easy to drive, quick, and this is the result now. As a motorsport man on the inside, that must be a good feeling, because together with Jean Todt and all the people, you've worked very hard to achieve this, because it was Spain when the last win was Ferrari was there, then Hockenheim came, now you're back in Spain. No, I mean, I'm happy of the result of today. Even so, you should not sit back now and think you're the best. It's the other way around. Formula One, you always need to keep the pressure on, and who keeps the pressure on more, who will be in the end the winner. Who will be up front tomorrow, Berger or Alesi? It's hard to say, because tomorrow it will depend on the circuit condition. If it's really hot tomorrow, I think nothing will change, because the circuit might be slower altogether. It's hard to say, but I think Gerhard will be able to improve. But Alesi, I must say, is really going quick today, so it's going to be hard for him. Dankeschön. Vervolgens is het woord aan niemand minder dan Martin Brundle. I don't think you can be really, really satisfied, although there is a lot of work to do. Yeah, it was a very difficult day. Sorry, the sun is in my eyes. It was a very difficult day to find the limit of the car and to understand how to really make the car work. It seemed like I was left behind in the beginning. It was really difficult, really strange, very one of the hardest days of my racing career, I think, to get in the groove with the other guys, you know, because so far I haven't really tested with other cars. I just did a few laps in Manicor and Imola. So, but it's quite clear that these cars need a different driving style and a different setup. Approach. Een coureur is zo'n beetje het hele weekend bezig met een team van tussen de 15 en 25 mensen om zijn auto te prepareren. Maar als dan die wedstrijd begint, dan is hij eigenlijk een beetje op zichzelf aangewezen. En waar werkt hij nou vanuit? Vanuit die cockpit. Jos Verstappen legt aan ons uit wat daar nu allemaal in zit. Nou, dit is de werkplek waar ik gedurende anderhalf uur in zit, gedurende de race. Het is in principe helemaal aangepast zoals ik het liefst wil hebben. En ja, er zijn een en andere knoppen die je in de gaten moet houden of die waar je steeds gebruikt. Die knopjes op het stuur, dit groene knopje is als je bijvoorbeeld in de zesde versnelling rijdt en je drukt op dit knopje, dan gaat hij automatisch terug naar de tweede versnelling. En hier staat dan, als je in de zesde versnelling rijdt, je drukt op het knopje, dan gaat hij automatisch terug naar de derde versnelling. Je hoeft dan verder niks te doen, alleen remmen. Die twee blauwe knopjes die gebruik ik nooit in principe. Hier, dit knopje, daar staat ook limit bij. Dat wil zeggen, gedurende de race is een bepaalde speed limit, dus snelheidslimiet in de pitstraat. En die staat meestal op 80 km of 120 km. Zo gauw als je de pit binnenkomt, druk je op dat knopje. En dan gaat hij niet harder als 80 of 120, wat toegestaande speed limit. Dit knopje is de radio, zodat ik kan praten met degene met wie ik wil praten in de pits. Dat druk ik in als ik wil praten en laat los als ik niet meer wil praten. En dit laatste knopje is een zwart knopje en daar staat drinken bij. Dus zowel als ik dit knopje indruk, dan wordt er water of drinken in je mond gespoten. Dan halen we stuur er vanaf. Dat gaat gewoon met indrukken en dan trekken dat er zo vanaf. Ook een soort beveiliging, dat het er niet zomaar afvalt. Dan heb je hier een rode knop. Ja, die is een beetje beveiligd. Maar die moet je gebruiken als het hele gevaar in brand staat. Zoals in Hockenheim, zeg maar. Maar toen heb ik het er niet op geduwd, was ik vergeten. Maar die is voor als de auto in brand staat. Dan heb je hier nog een knopje zitten. Dat is, heeft iets met versnellingsbak te maken, maar er wordt gedurende de race wordt er gewoon niet aan gesteld. Want meestal staat hij wel goed als je vertrekt. Dan heb je hier de rembalans. Daar kan je voor en achter verstellen. Dus zo gauw als ik de voorwielen blokkeren, kan ik het verdraaien dat de achterwielen iets meer remmen bijvoorbeeld dan de voorwielen. Maar dat staat ook meestal geregeld. Dat doe je meestal in testen.
Dan heb ik hier nog een knopje zitten. Dat is achteruit. Hoe krijg ik mijn achteruit? Dat is gewoon de koppeling indrukken en die schakelaar omlaag doen. Dan springt hij mijn achteruit. En zo gauw als ik hem uit de achteruit wil, moet ik het knopje weer omhoog doen. Dan is dit, ja, die moet je omlaag doen als je de auto start. Dat is gewoon de benzinepomp. Gegevens van de auto moet je omlaag doen. En dan dit is de hoofdstroomschakelaar en die moet je omlaag doen om stroom te krijgen. Ja, dit is dan mijn werkplekje. Zo gaan we dan naar de tweede en afsluitende training waar we Jean Alesi zien zitten. Die rustig nadenkt over wat er komen gaat. Alesi was de snelste. Of dat ook vandaag nog zo zou zijn, dat was de vraag. Verstappen gaat de pits uit en doet dat op de volgende manier. En dat heet in racetermen strepen trekken in de pitbox. Door maar liefst 17e van zijn eigen tijd af te rijden en 16e sneller dan de rest. Verstappen is dan inmiddels terug in de pit, staat te praten met Nick Wirth. Ze kunnen er nog om lachen, maar die versnellingsbak deed het gewoon niet. Well, I hope it's blisteringly hot, because I think our tire wear is better. I think our car is better when it's hard on the tires. But tactics are very important. But I mean, you can't concede the amount of time we're conceding to Michael at the moment for a length of a Grand Prix. He's just going to get away from us. Vervolgens Mika Hakkinen. Hij kan en mag niet tevreden zijn. Not really. In terms of the results, it's very disappointing. Our lap times are slow. Finished 9th and 10th. So far is the worst result of the year. Of course disappointing. Have to be of course optimistic and try to find the solutions and to go quicker for tomorrow. But it has been situations in the past when I've been in the back of the row and I've been coming up. And let's hope it's the day tomorrow like that. De zaterdagmiddag zit erop. Zullen we gewoon lekker samen op zoek gaan naar een automaatje? Lijkt me een goed plan, ja. Dat is frustrerend, hè, dit? Ja, dus op een gegeven moment dan, ja. Je weet, als er een probleem komt, is het van een versnellingsbak. En het is zeker frustrerend, maar ja, wat kan je dan doen? Testen. Ja, zolang we niet kunnen testen, dan zal dat nog een paar races een probleem blijven. Dus we zijn ernstig op zoek naar een paar geldschieters of sponsors die ons kan helpen met testen, zeg maar. Het team heeft geld genoeg om het seizoen door te draaien. Er is alleen niks extra's om te gaan testen. Nee, dat klopt. En dus wordt het misschien voor Simtek voor de rest van het jaar wel de benenwagen. Het is tijd voor de prijsvraag. We laten u zo direct drie korte fragmenten zien uit de Formule 1. U kijkt daarnaar en denkt, hey, die ene wil ik aan het einde van de uitzending nog wel eens terugzien. Maar dan wat uitgebreider en met origineel commentaar. U belt dan naar 06-300-567 en spreekt in welk fragment u zo aardig vindt. De meeste stemmen gelden bij dit spel, dus vanmiddag na de Grand Prix laten we het fragment waar de meeste mensen voor gebeld hebben in uitgebreidere vorm zien. Met origineel commentaar. De computer selecteert uit die groep 10 mensen en die 10 mensen kunnen fraaie prijzen winnen. Maar dat vertel ik u zo direct. Eerste drie momenten. Het thema is pech. Het eerste fragment laat zien de start van de grote prijs van Zuid-Afrika in 1993. En Michael Andretti in zijn eerste wedstrijd voor McLaren blijft die stilstaan. Voor hem een enorm drama. Het tweede fragment laat zien de pitstop van David Coulthard tijdens de grote prijs van België in 1994. Coulthard lijkt op een podiumplaats af te stevenen, maar dan gaat zijn achtervleugel stuk en moet hij naar binnen. Fragment 3 toont de pitstop van Jos Verstappen tijdens de grote prijs van Hockenheim in 1994. Verstappen ligt dan vijfde en in de pits gebeurt er dit. Zijn wagen vliegt in de brand. Welk fragment wilt u terugzien aan het eind van de uitzending? Kies op 06-300-567. Ik heb het gevoel dat ik weet welk fragment er gaat winnen. Wat kunt u winnen? Elk Grand Prix weekend geven wij 10 lito's weg van Frank Gudde. U ziet de afbeelding hier in het groot. Alle winnaars van het hele seizoen dingen mee om de hoofdprijs. En wat is die hoofdprijs dan wel? Hou je vast. De Marlboro Experience. Dat wil zeggen een dag racen op het circuit van Zandvoort. U mag rijden in allerlei verschillende voertuigen. U moet natuurlijk wel 18 zijn en in het bezit van een rijbewijs. Bovendien kunt u een VIP-reis voor twee personen naar de laatste Grand Prix van dit seizoen naar Australië verdienen.
lijkt me nogal de moeite waard. Bellen dus naar 06-300-567 voor uw favoriete fragment. We gaan er heel eventjes uit voor wat boodschappen, maar we zijn zo direct weer bij u terug. Want over ongeveer 7 minuten gaat de grote prijs van Spanje van start. Je kunt dus altijd bij RTL Sport terecht voor al het nieuws rond de Formule 1. Maar er is ook een heel aardig blad met wetenswaardigheden. Grand Prix Special, dat komt voor elke grote prijs uit. Het complete tv-programma staat erin. Dus je hoeft niet te zoeken waar de Formule 1-programma's worden uitgezonden. Uitgebreide interviews, deze keer met de 22-jarige Braziliaan Barrichello. En gedetailleerde informatie over de teams en hun coureurs. Als u meedoet aan het fragmentenspel, maakt u overigens ook nog kans op een gratis jaarabonnement op Grand Prix Special. Dat u het even weet. We gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor de start. Het circuit van Barcelona is een van de mooiste. De Fin Mika Hakkinen legt uit wat de bijzonderheden zijn. Tell you, these corners are so quick. So quick, it's unbelievable. Because I think it's you're basically flat all the time in that circuit. You're accelerating all the time flat, and it's a great feeling. And I think one of my best qualifying laps were last year in Barcelona's circuit because. It's a track where you really have to put the car on the limit under braking. You brake really, really late, and the car balance is very difficult to handle it. And because the braking is so late, usually you come down the gear somewhere like third or second, turning aggressively, and then you go hard on the power, and you just make it around the corner. And you're on limit all the time, and it's very enjoyable track. Every corner is very important, but I would say in Barcelona track you have the last corner of the track. It's very important because you come down the hill very, very fast in fifth gear, and usually you touching a rev limiter before the last corner of the track. You turn in very aggressively and you keep your foot down all the way through the corner, and you have to get it right. If you don't get it right, you're going to end up in a sand trail. If you get it right, it's a very good feeling inside, and the speed coming out of the corner will be very good. And then you will reach very good end of straight line speed after that. Which means I would say that's one of the most important corners in Barcelona track. Het is 13:54, de hoogste tijd om live over te gaan naar Barcelona, naar Olaf Mol. Olaf, heeft Jos nog problemen met zijn versnellingsbak of is het allemaal in orde?